jullie kijken naar de nieuwe filmpje van de week. Vandaag ga ik jullie vertellen over hoe ik mij voel. Dus hoe ik mij de afgelopen week heb gevoeld in mijn dieet. Jullie zien in elk filmpje hoeveel progressie ik maak en hoeveel droger ik word. Hoeveel minder body fat ik op mijn lichaam heb. Jullie zien me veranderen en het gebeurt niet vanzelf. Er moet super hard voor gedieet worden. En keihard voor gewerkt worden, keihard voor getraind in de gym. Elke dag cardio, elke dag krachttraining, 2 keer. Zo gaat het diëten. Oké, dus elke dag maak ik best wel lange dagen. Ik werk als personal trainer, werk ik als zelfstandig ondernemer. Wat je gaat merken is hoe dieper je dieet gaat, hoe dichter je bij je wedstrijd komt, hoe minder je zin je eigenlijk om te werken. Maar ook vind ik mijn werk super leuk. En nu is het gewoon, het is echt super zwaar om dingen voor te doen, om dingen uit te leggen. Het nadenken wordt moeilijker. Het focussen op wat je doet en wat je moet doen is 10 keer moeilijker. Gisteren heb ik een refeed gehad, daarom voel ik me een stuk beter. Maar ik voelde me de laatste dagen echt super slap. Ik kon al mijn armen optillen, ik lag op bed. Ik dacht, oh shit, ik heb een refeed nodig. Het sloeg heel nergens op. Dus ik heb een klein beetje extra rijstwafels naar binnen gewerkt. En een heel klein beetje suiker genomen om me wat beter te voelen. Ik kon amper nadenken. Ik dacht in een soort van zombie mode, zat ik. Het gaat nu wat beter met me vandaag. Straks ga ik weer 5 dagen mijn koolhydraten echt super laag doen. En dan ga ik me steeds slechter voelen. En dan in het weekend wil ik nog een refeed doen. Dan heb ik nog 2 weken voor mijn wedstrijd en 1,5 week om te diëten. Wat ik dan ga doen is nog een week keihard. Dan heb ik nog een kleine refeed en heb ik nog 3 dagen dat ik carbloos ga. Ik heb mijn eigen planning, ik ben mijn eigen coach. Dus stel je voor, je maakt fouten, dan kun je alleen jezelf de schuld geven. Waarom ik mezelf coach is, ik ken mijn lichaam het beste. Daarom heb ik ook gekozen om mezelf te coachen. Het poseren laat ik doen door een vrouw. Die vrouw helpt mij met poseren. Laat geen man je helpen met presenteren of poseren. Vrouwen zijn daar 10 keer beter in. Helemaal als je mensen ziek doet. Laat dan een vrouw naar je kijken. Vrouwen kunnen dat veel beter. Als je naar wedstrijden gaat kijken en je ziet vrouwen en mannen poseren, zie je ook dat vrouwen 10 keer beter poseren. Veel beter op oefend. Dus op die manier. 3 weken te gaan, we vertrekken op donderdag. Leuk dat jullie weer hebben gekeken naar een nieuw filmpje. De champ was hier. Tot de volgende keer. Oh ja, en vergeet niet te liken, delen. Delen met al je vrienden en familie. En geef een subscribe op mijn channel.